Hallo allemaal en welkom bij de 14e aflevering van de Business Mindset Podcast, waar we proberen om Belgische freelancers en zelfstandigen te helpen in hun onderneming door boeiende gesprekken over alle aspecten van de business. In deze aflevering hebben we het over internationaal ondernemen. We bespreken daarbij zowel de logistieke als culturele moeilijkheden bij het benaderen van een nieuwe markt, als ook de boekhoudkundige processen die daarbij komen kijken. We voeren dit gesprek met Davy Loots en Bart Bales. Davy Loots leerde de kneepjes van het ondernemen kennen door zijn rol als CTO bij het bedrijf achter Mobile Vikings. Daarna richtte hij in 2016 met twee Franse partners een eigen technologie-startup op dat softwaretechnologie ontwikkelde om holografisch te vergaderen in virtual reality. 2 jaar geleden werd dit bedrijf verkocht aan een grote Amerikaanse speler en sinds kort werkt Davy aan zijn eigen nieuwe ideeën. Bart Bales staat al sinds jaar en dag aan het hoofd van Brouwland, een uit de kluiten gewassen KMO die hij in 1987 overnam van zijn ouders. Met zijn onderneming levert hij machines, ingrediënten en accessoires voor bierbrouwers en wijnmakers, zowel voor hobbymatig als professioneel gebruik. Brouwland is al jaren actief in heel Europa in een multi-channel benadering en benadert sinds een paar jaar de Verenigde Staten met een lokaal verkoopskantoor. Voor meer informatie over zowel mijzelf als alle gasten kun je steeds terecht in de description van deze episode. Daar vind je opnieuw een korte bio, als ook links naar de social media accounts waar je hen kan bereiken. Dat was het laatste van mij, hope you enjoy the episode. Ik denk dat we even, misschien eens even een reset kunnen doen. Ik heb niet heel het gesprek mee gehad, maar goed, dat is niet zo erg. Ik wou eens even, eerst en vooral eens beginnen, maar eens even te checken hoe dat nu zit met jullie allebei. Bart, jij bent nu in hoeveel landen ben je nu actief met Brouwland? Brouwland is actief in meer dan 80 landen. Dus wij verkopen onze producten om zelf bier te brouwen en wijn te maken wereldwijd. Maar de markt die we actief benaderen is Europa en de US. Ja. En actief benaderen, dan bedoel je dan vooral het reclame mee maken en zo verder? Reclame maken, account management, zorgen dat er een strategie is op social media, dat je eventueel een PR-agency aantrekt en zo verder. Ja. Oké. Davy, jij bent nu op dit moment niet concreet met iets bezig, maar je hebt wel redelijk wat ervaring gehad in ook verschillende landen natuurlijk, hè? Ja, eigenlijk eerst, nu dat ik het thema hoorde van de podcast internationalisatie, dacht ik van ja, eigenlijk hebben we Mobile Vikings, en daar heb ik een groot deel van mijn carrière doorgebracht. Hebben we ook pogingen gedaan om internationaal te gaan werken. Die zijn niet altijd even goed verlopen als in België. Maar daarna heb ik inderdaad mijn eigen kleine start-up gehad, een technologie-start-up. Die was eigenlijk vanaf het begin internationaal, aangezien mijn twee co-founders uit Parijs kwamen. Dus dat was een Frans-Belgisch bedrijfje. En aangezien wij zo'n niche-product hadden, of niche-technologie, hebben we eigenlijk enkel internationaal gewerkt daarmee. Ja. Het is wel grappig dat je Mobile Vikings aanhaalt, want Frank Beckers, ja, die is nog altijd bezig met Mobile Vikings in het buitenland. Klopt. Dus... Ja, enig idee, ja, hoe dat gaat eigenlijk? Want ik weet dat hij daarmee bezig is, maar gelukt dat? Ik denk dat dat steeds beter begint te lukken. In Polen is hij nu ja, bezig met Mobile Vikings. Ja, hij doet het ook gewoon heel graag. Helpt, hè. Ja, sowieso. Ik denk wel dat je het graag moet blijven doen, anders dan houd je het niet vol. En zeker in een land als Polen, ik ben daar eens geweest, dat is speciaal. Laten we het daarop houden, maar het is, je ziet daar af en toe wel eens iets wat je hier niet kent gewoon. Ja, maar zo, ja. Zijn we weer een klein beetje aan het afwijken van originele punt, maar dat is niet erg. Zeg maar, wat graag willen doen is uiteraard bij iedere ondernemer een van de kerndingen. Hè. Ja. Je als ondernemer realiseer je dingen omdat je het graag doet, omdat het je passie is. Hè? Ja, sowieso. Anders dan denk ik dat we er al lang mee gestopt waren. Maar goed, even terugkomen tot het begin. Bart, jij bent wel Belgisch gestart, als ik het goed heb. Hè? Dus je ondernemer is stelselmatig gegroeid en uiteindelijk ben je dan bij internationale markt terechtgekomen. Hoe is dat eigenlijk verlopen voor jou? Dat is voor ons relatief organisch gelopen. Wij zijn gegroeid uit een kleinhandel. Mijn vader was apotheker en was een actieve zelfstandige die een aantal handelszaken had. En in een van die handelszaken is hij begonnen om producten te verkopen om zelf wijn te maken en bier te brouwen. En hij was lid van een drogisterij aankoopgroepering en daar vroegen zijn collega's van, kunnen we dat niet samen aankopen
of kun jij dat niet aan ons verkopen? En ja, commercieel talent als hij was, heeft hij dan gezegd, ja, dan zal ik maar groothandel spelen. En zo is hij eigenlijk begonnen met die producten te verkopen aan zijn collega's drogisterijen. Ik spreek nu over de jaren 70, eind de jaren 70, begin de jaren 80, denk ik. Maar vrij snel zijn wij eigenlijk overgestapt ook, of zijn we ook gestart met wat toen nog heette, ja, hoe zou dat heten? De postorder. Hè? Toen heette dat postorder, nu heet dat e-commerce. En zijn we eigenlijk begonnen om ja, pakjes te verzenden wereldwijd. Wij hadden daar geen grens op gezet. Als iemand uit Nederland goederen wou bestellen, dan leverden we dat daar. Als iemand dat in Duitsland wou bestellen, leverden we dat evenzeer. En we zijn op een gegeven moment begonnen om een productcatalogus in 4 talen eigenlijk uit te brengen. En zo zijn we eigenlijk internationaal gaan groeien door vooral geen nee te zeggen. Iemand vroeg iets en we zeiden ja, dat kunnen we. En zo werd dat verder en verder. Eerst de ons omringende landen. Maar dat groeide uit tot ja, bedrijfjes of klanten of brouwerijtjes in Amerika, in ja, vreemde landen, Ouagadougou, Afrika, Australië. Overal zitten wel klanten van ons die dingen moeilijk konden vinden, producten, want we hebben een zeer breed assortiment. En die dan vroegen, kunt je dat naar ons sturen? En we zeiden, ja, dat kunnen we. En zo zijn we eigenlijk internationaal gegroeid. Dat is een werk van lange adem dan, waar dat heel veel kleine stappen in genomen zijn, als ik het goed begreep. Want uiteindelijk, allee, het is elke keer opnieuw uitzoeken natuurlijk, hè, als je zoiets moet doen. Dat is elke keer opnieuw uitzoeken, maar zoals het bij veel dingen gaat, als je klein bent en zolang je klein blijft, is dat relatief gemakkelijk. Het is maar als je iets in een wat grotere vorm en heel efficiënt en consequent wilt doen, dat het misschien wat moeilijker wordt. En natuurlijk, er is ook de tijdsgeest. Hè. Een pakje verzenden in de jaren 80, dat lijkt dan misschien wel moeilijk, maar we reden gewoon 1 keer per week met een kabinetje vol met pakjes naar Valkenswaard en we dropten dat daar bij de post in Valkenswaard en daar werd het internationaal verzonden. Omdat het daar gewoon gemakkelijk ging. Heel recht toe, recht aan. Dat kunt je nu deze dagen zo niet meer voorstellen. Nu moet je dat natuurlijk anders doen. Het IWI is dat uiteraard een hele andere sector. Hè? Dus het digitale is sowieso al anders. Dan ben je eigenlijk van automatisch ben je eigenlijk al bijna internationaal, omdat het web is neutraal. Hè? Enfin, het zou toch moeten zijn, met een uitzondering hier en daar, sinds een paar jaar. Jij bent gestart met 2 Franse venoten. Hoe is dat dan gebeurd? Was er, uiteindelijk dan ben je een Belgisch bedrijf gestart of ben je aan een Frans bedrijf gestart? We zijn uiteindelijk een Belgisch bedrijf gestart. Ja. Het is eigenlijk zo dat het bedrijf echt op het internet begonnen is. Wij hebben elkaar ontmoet. Ik ken mijn co-founders dan via Reddit. heel het VR gebeuren was in de beginjaren van de huidige VR-revolutie. Spreek ik over 2012 tot 2016. Was een heel kleine community wereldwijd. Dan moest je in België... Ik denk dat de eerste VR-meetup in België rond 2015 geweest moet zijn, maar daarvoor was in België geen sprake van mensen die met virtual reality bezig waren. En alle communicatie gebeurde dus via het internet. Er waren gespecialiseerde fora, op de Oculus-website bijvoorbeeld, maar ook Reddit, voor mij was het een hobby, waar ik mijn hobbyprojecten op plaatste via YouTube-filmpjes. En zo beginnen communiceren met andere virtual reality developers. En zo ben ik mijn Franse, wat dan later mijn venoten zijn geworden, tegengekomen die ook met virtual reality bezig waren, met video en virtual reality. En dan word je eigenlijk automatisch een internationaal bedrijfje. Ik wil de grootte van onze start-up niet vergelijken met het prachtige bedrijf dat Bart heeft uitgebouwd. Maar eigenlijk, al onze contacten waren zeer internationaal vanaf het begin, puur omdat het een internetaangelegenheid was, wat het natuurlijk veel gemakkelijker maakt. Ja, klopt. Maar de keuze voor een Belgisch bedrijf, was dat wel overwogen, of is dat gewoon toevallig gelopen zoals het is? Want uiteindelijk, je moet nog wel gaan bekijken, elk land heeft zijn eigen wetgeving, zijn eigen taksen, zijn eigen noem maar op, en heb je daarover nagedacht dan? Of is dat gewoon... Ja, toch wel. Het is zo, ja, wij bouwden echt
een bedrijf. Onze bedoeling was echt om technologie te gaan bouwen. Niet zozeer om een dienstenbedrijf op te starten. En aangezien ik in België was gelokaliseerd, wilden we eigenlijk hier het R&D-centrum uitbouwen. Hebben we het uiteindelijk ook gedaan. Het is maar een klein R&D-centrum geworden tot nu toe. En in België zijn de voorwaarden voor R&D eigenlijk best wel gunstig. Of zeer gunstig zelfs. Er zijn allerlei kortingen die je kan krijgen, subsidies. Ook, we hadden hier de Universiteit van Hasselt met het EDM, het Expertisecentrum Digitale Media, die expertises hadden in virtual reality en computervisie, het aspect waar wij op focusten, dat België ons de meest geschikte locatie leek. Ja. Het is een kleine wereld. Hè. In 2001, want wij zijn eigenlijk ook gegroeid met het internet, hè, voor alle duidelijkheid. In 2001 hebben we onze eerste webshop live gezet. En je moet proberen terug te denken wat er in 2001 was. Was er nog niet zo heel veel, hè? In webshops eigenlijk. En dat was een spin-off van de EDM. Ah, kijk eens aan. Dat was een bedrijfje, dat heette Zeus. Zeus Software, denk ik, of Zeus Media, ik weet het niet meer te goed. Dat bedrijfje heeft onze eerste webshop gebouwd. Kijk eens aan, ja, tussen onze eerste, onze tweede werknemer was een researcher van het EDM. Ondertussen werken er twee ex-EDM researchers bij het bedrijf dat mijn start-up heeft opgekocht. Ja. Waarschijnlijk ga ik ze ook nog kennen. Ook nog. Wat lief? Waarschijnlijk ga ik ze nog kennen ook nog. Ah, dat zou goed kunnen. Ja, ik zeg het, 2001 is net voor mijn tijd geweest, dus daar heb ik helaas niks over meegehad dan. Dus ik kan niet zeggen hoe of wat, maar ja, ik weet uiteraard Steven ja. Maas, dus die ken ik bijvoorbeeld dus wel. Ik weet niet of hij een van die twee is, maar goed, allee, ja, er is overlap. Ja, Patrick Voort is de andere. Ja, die ken ik helaas dan niet. Oké, goed. Maar goed. Ja. Zo klein is de wereld dan toch weer niet. Dat heeft uiteraard enorm bijgedragen aan de internationalisering van heel veel bedrijven. Hè. En dus ook bij ons. Hè. De wereld was ineens... je als bedrijf, als je tenminste een meertalige website had, hè, Engelstalig of meertalig, mm-hmm. Is dat de hele wereld gewoon voor je open. Hè. Sowieso. En op dagvlakking denk ik dat België ook wel een heel goed land is. Zeker omwille van het feit dat we tweetalig zijn. Drietalig, als je heel juist wilt zijn, uiteraard. Maar ja, de Duitsstalige gemeenschap is niet zo heel groot, natuurlijk. Ik denk dat op zich ook wel een voordeel is voor ons als Belgenland. In principe, door gewoon de landstalen te gebruiken die wij hebben, ga je eigenlijk al bijna een derde van de wereld kunnen bespelen. En zeker in Europa toch een aantal heel grote spelers die je daarmee kan benaderen. Dus ik denk dat het ook wel een meerwaarde is. Ja, twee dingen spelen hier. Hè. Eén, het feit dat wij meertalig zijn. Dat kun je van Fransmannen en Duitsers niet zeggen. Die zijn eentalig Duits of eentalig Frans. En twee, het feit dat we een kleiner land zijn, waardoor we automatisch sneller naar het buitenland kijken. Heel veel Franse en Duitse bedrijfjes, en trouwens ook Amerikaanse bedrijfjes, kijken gewoon naar hun eigen land en hebben nooit naar het buitenland gekeken. Ja, maar dat is wel iets wat nodig is, denk ik. Ik denk niet dat je als Belgisch bedrijf, als je echt wil groeien, dat je het kan maken om zelfs het buitenland te negeren. Je moet het bijna vanaf het begin al meecalculeren in je voorzieningen. Het hangt af van uw markt of van uw sector. Hè. Ik ken genoeg bedrijven die heel groot zijn, die alleen in België actief zijn. Uiteraard, maar dan gaat het meestal om specifieke services en diensten. Dus ik denk, als je als productbedrijf, zeker zoiets wat jij doet, Bart, dan is het toch moeilijk, denk ik. Hè? Ja, dus uiteraard is het buitenland groter dan België alleen. En is het dus gemakkelijker om te groeien. Ene keer als je die switch hebt gemaakt van voor ons is het buitenland... Nederland bijvoorbeeld is voor ons geen buitenland. We hebben het altijd bekeken als gewoon onze eigen markt. En dat heeft wel... Het feit dat we internationaal zijn gegaan vanaf bijna dag één, heeft ervoor gezorgd dat we een heel mooi groeiparcours hebben kunnen afleggen. Want als dan om een of andere reden
bijvoorbeeld de appeltjes oogst in België of in Nederland wat minder was, dan was het bierbrouwen in Duitsland wel even hip. En dus daardoor zijn we ook wel constanter kunnen groeien door op meerdere markten en meerdere segmenten actief te zijn. Dat snap ik. In welke mate hebben jullie... Want als je in verschillende landen gaat werken, heb je ook te maken met verschillende regelgevingen, verschillende wetten en dergelijke. Bijvoorbeeld Amerika is bijvoorbeeld heel specifiek als het gaat over alcohol. Dat is iets waar Bart dan heel veel mee te maken heeft. VR weet ik uiteraard niet. Dat is zo een grijze zone. Of daar veel mee speelt, weet ik niet. Maar qua wetgeving is daar uiteraard ook heel wat verschil in de verschillende landen. Hè. Dus hoe hebben jullie daarmee omgegaan met al die aspecten? Davy, zeg maar. Voor ons viel het mee. Wij hadden natuurlijk B2B bedrijf. Wij deden een beperkt aantal projecten op een jaar. Dan voornamelijk de Franse, Amerikaanse en Britse markt. Dat viel, qua regelgeving hebben we daar weinig problemen gehad. Het is juist, de Amerikaanse markt kun je best uw advocaat bij alle contracten betrekken. ook qua bijvoorbeeld aansprakelijkheidsverzekering, die is maal 5 op het moment dat je daar Amerika gaat bijnemen. Dus daar moet je wel rekening mee houden dat je marges op de Amerikaanse projecten eigenlijk wat hoger ligt, omdat de kosten die erbij komen kijken op dat vlak ook hoger zijn. Maar voor de rest is het heel simpel. Voor B2C-bedrijven is het een stuk moeilijker, ongetwijfeld. Ja, ik kan dat beamen. Hè. En dan vooral de States was toch een heel ander verhaal dan in Europa. Ofschoon Europa uiteraard lang niet het Walhalla is van één gemaakte markt dat we graag zouden wensen. Hè. Heel veel regelgeving in de Europese landen is wel degelijk nog wel verschillend. Nog heel veel werk voor de Europese Commissie om daar nog wat eenvormigheid in te krijgen. En dan vooral richting taksen en btw-afhandeling en weet ik veel wat nog allemaal. Dat blijft toch nog wel echt een oerwoud in Europa. Maar ja, Amerika is, of de US is een apart geval. Hè. En is best wel een... Dus hebben we best onderschat. Hè. Je denkt als ondernemer, dat is gemakkelijk. We openen daar een verkoopkantoor en we beginnen er gewoon aan. Maar dat is toch wel wat zoeken, hoor. Vooral dat je daar alles op poten hebt gezet. Het is gewoon echt een andere systematiek met andere wetgevingen. Uiteraard ook duurder. Niet alleen legal stuff is een heel stuk duurder. Maar ook de logistieke component is in Amerika meestal een zware onderschatting. Dus daar hebben we wel best wat van geleerd. En Bart, als ik me vraag, hoe heb je die eerste verkoper in Amerika gevonden? Want wat ik gehoord heb, is dat je daar heel erg mee moet opletten met de eerste salespersoon aanwerven in de VS. Aangezien die mindset van die sales daar anders is dan dat we gewend zijn in Europa. En meer, ja, hoe moet ik het zeggen, meer op zichzelf gericht is dan op het succes van het bedrijf. We hebben dat ondervangen door niet zelf mensen aan te werven, maar door eigenlijk een Amerikaans bedrijf te contracteren om dat voor ons te doen. En die te betalen deels op commissiebasis, hè, zodanig dat het wel degelijk ook omzet of marge gerelateerd is wat ze daar presteren, en niet alleen maar uurtje factuurtje. En ben ik dat bedrijf gewoon via met dat bedrijf in contact gekomen en ja, daar wat gesprekken mee gedaan. En op dat moment had ik het gevoel dat ze wel de juiste vragen en bedenkingen hadden bij mijn product om dat succesvol op de Amerikaanse markt te kunnen introduceren. Hangt ook van het product af, Bart? Dat je doet uiteraard bier en wijn en nog een hele hoop andere zaken. Je hebt ook een aantal B2C-producten die je verkoopt. Hangt dat vanaf het product af dat je soms, zal zeggen, moeilijkheden krijgt? Of is dat vrij universeel eerst dan eens dat je de contacten hebt en dat je weet hoe dat het min of meer werkt daar? Je komt altijd nieuwe dingen tegen. Hè. Uiteindelijk waren we in de US dan ook een start-up. Hè. Dus je komt in het begin, heb je weinig problemen, omdat je weinig verkopen hebt en weinig klanten. Dan moet je alleen maar op zoek gaan naar een marketingbureau en dan een PR-agency en dan een advocaat en zo en zo. Dus stapje voor stapje zet je heel dat ding recht. Maar goed, dan begin je met de eerste contracten. Je wilt verkopen via Amazon, dus je leest het contract van Amazon na. En dan staat daar bijvoorbeeld heel fijntjes vermeld, als je op Amazon Seller Central wilt verkopen,
dan geeft je akkoord dat Amazon levenslang alle dingen die jij daarop zet mag houden. Alle content, alle pictures, alles, alle materiaal, dat geeft je gewoon levenslang, geeft je aan Amazon. Lees ik dat hier te goed? Klopt dat hier nu wel? Ja, dat klopt. Klopt. Het is dat tekenen of niet verkopen op Amazon. En zo stukje bij beetje komt je van alles tegen. Hè? En dan wil je gaan verkopen naar general retailers. Ja, dan krijg je uiteraard ook heel dikke contracten te lezen van 60 pagina's. Als je die allemaal gaat lezen, dan tekenen waarschijnlijk niet. Dus je leest dat die allemaal door. En is dat dan je paravonder. Voilà, dan gaan we zo proberen verder vooruit te gaan. Hè? Ja, ik kan me voorstellen dat daar redelijk wat gekke dingen uitkomen. Want uiteindelijk, allee, de Verenigde Staten, het is uiteindelijk één land, maar het is wat de naam zegt. Het zijn een hoop staten bij elkaar. En zelfs tussen de staten onderling zijn nog verschillen in belastingen en weet ik veel wat nog allemaal. Uiteraard, net zoals in Europa trouwens. Hè. Dus voor de Amerikanen is Europa even moeilijk dan voor de Europeanen de US even moeilijk is. Hè. De US is zogezegd een moeilijk systeem, omdat ze daar met de sales tax zitten. Wat een andere systematiek is dan onze BTW. Maar voor een Amerikaan is Europa evenzeer een kluwen. Want daar heb je dan de VAT en die is ook in ieder land verschillend. En je moet het bovendien ook in ieder land afzonderlijk gaan afdragen. Net zoals dat je in de States je sales tax in iedere state afzonderlijk moet gaan afdragen. Dus het is voor de beide partijen is het gewoon ingewikkeld. Nou, wij hadden het geluk... dat onze ERP-provider, we hebben SAP Business One, en degene die onze ERP heeft geïnstalleerd, geïmplementeerd, die heeft ervaring met US. Want die heeft voor 2 of 3 bedrijfjes ook al US-entities rechtgezet. Dat heeft ons natuurlijk wel enorm geholpen in de opstart daarvan. Nou. Davy, hoe is dat bij jou gelopen? Ben je effectief tot in Amerika geraakt? Of hoe, ik weet niet precies hoe jouw start-up gegaan is natuurlijk, dus... Wij zijn eigenlijk, voordat we begonnen, voordat we het bedrijf oprichten, hebben we een tour gedaan in Silicon Valley. Omdat dat zogezegd het mekka is van alles technologie, wat technologie aangaat. Enerzijds om, en laten we zeggen, 90% van wat er zich op dat moment in VR afspeelde, speelde zich af in Silicon Valley. Dus we gingen naar daar, eigenlijk heeft mijn vernoot mij meegesleurd naar daar, want ik zelf... heb ironisch genoeg een hekel aan reizen. Vandaar ook dat wij de technologie maakten om reizen niet meer nodig te maken. Maar die heeft mij meegesleurd. We hebben daar 2 weken een tour gedaan. We zijn daar begonnen met op een VR-beurs te gaan staan. Dat was een van de eerste die georganiseerd werden. Dat heeft ons de nodige contacten gegeven om daar 2 weken lang alle grote spelers te bezoeken. Hoe moet ik het zeggen? Dat opende mijn ogen in die zin. Als software developer hier in België, zeker in die tijd, was Silicon Valley, dat was een magische plaats waar dat alles veel sneller ging. Die stonden veel verder dan eender wat hier in Europa. Tenminste, in mijn hoofd was dat zo, maar uiteindelijk heb je daar gezien dat dat helemaal niet geval is. Daar is helemaal niks speciaal aan de hand. Ik moet zeggen, het is daar heel gemakkelijk om contacten te leggen. We zijn daar echt, ik verschoot ervan, we zijn daar overal binnengeraakt, bij alle grote namen, noem ze op, en we zijn bij de verantwoordelijke voor VR binnen dat bedrijf terechtgekomen. Maar dan stopt het ook. Ik bedoel, die zijn heel vriendelijk, je moet altijd terug mailen. Maar als je dan kijkt wat ze daar ontwikkelen, dat was niks wereldschokkends. Ook de ideeën die daar zijn, waren niet anders dan die hier in Europa tegenkwam. Dus dat gaf mij eigenlijk zelfvertrouwen om te kunnen zeggen, ja, je hoeft helemaal niet in Silicon Valley te zitten om een succesvol technologie idee uit te bouwen. Dus ik ben met een gerust hart teruggekomen vandaar. We zijn dan achteraf nog een paar keer terug geweest. Maar eerder om ideeën op te doen en om een beetje contacten te leggen. Ja, en uiteindelijk zijn we dan
verkocht aan een Amerikaans bedrijf. Maar dat is geen, interessant genoeg, geen bedrijf uit Silicon Valley, maar uit Miami, het nieuwe Silicon Valley. En ja, daar ben ik nog wel een aantal keer naar daar geweest, uiteraard. Nou, toen moet je de overdracht doen naar het nieuwe team en de nieuwe eigenaars en alles wat daarbij komt kijken. Dat kan ik me wel voorstellen, ja. Ik geloof dat Bart daar straks ook even sprak van een kantoor te openen in een ander land, onder andere in de Verenigde Staten. Ik vroeg mij eens af, vanaf welk punt hadden jullie het idee van, kijk, dat is nodig en waarom is dat zo bijzonder dat je voet aan de wal hebt, zogezegd? We hebben het inderdaad al nog een paar keer gezegd, we hebben het internet tegenwoordig. We hebben e-mail, we hebben videocall en zo verder. In principe zou je een hele business kunnen runnen in Amerika vanuit België of eender welk land. Dus waarom is een kantoor in een land als de United States zo belangrijk voor een onderneming? Omdat besturen van op afstand helemaal geen evidentie is, hè? Los van het tijdsverschil. De partij die ik gecontracteerd heb zit in LA. Ja, dat is 9 uur tijdsverschil, dus je kunt alleen maar 's avonds even met die mensen praten of 's morgens vroeg. Dat is niet zo. Dat is misschien interessant voor een opstartfase, maar één keer als het wat body of volume begint te krijgen en je dat intensiever moet aansturen, is dat toch wel nodig om ter plaatse iemand te hebben. Los van het feit dat van op afstand ziet je ook maar een heel klein stukje van het verhaal, namelijk alles wordt gefilterd door degene die voor de camera zit, zal ik maar zeggen. Hè. Terwijl als je daar ter plekke bent en je reist daar wat rond en je fietst daar wat rond en je gaat mensen bezoeken, jijzelf of een van je mensen, ja, dan heeft die wel veel meer voeling met de markt en met de collega's en de concurrenten en God weet wat nog allemaal. Hè. Dat is toch wel effectief een verschil. Hè. En is dat vanaf een bepaald punt dat je gezegd hebt van kijk, nu moet het, of heb je dat direct onmiddellijk gedaan van kijk, ik wil controle, of hoe heb je dat aangepakt? Ja, dat stukje heb je dan misschien net gemist, dus we hebben geen eigen mensen daar zitten. We hebben een externe partij gecontracteerd die voor ons al de marketing en salesactiviteiten uitvoert. Maar ik heb wel degelijk de bedoeling om op een gegeven moment iemand intern, zal ik maar zeggen, hè, of iemand van Brouwland zelf, daar te mandateren om de zaak daar intensiever als een soort business unit manager mee te beheren. Hè. Want ja. Nu doe ik dat nog een beetje tussen de soep en de patatten. Maar op een gegeven moment wil ik dat wat daar is wel echt te goed doen. Ja. En is dat specifiek voor de US? Want, of heb je nog andere kantoren met gelijkaardige functies op andere plaatsen in de wereld? Nee, de andere markten doen we volledig van hieruit. Ik heb al gezegd, Europa is eigenlijk de markt die we actief benaderen. Dat doen we volledig vanuit ons eigen kantoor in Beringen. En misschien is de enige uitzondering Frankrijk. Daar hebben we nu wel iemand die voor ons zuiver, ik zal zeggen, Noord- tot Midden-Frankrijk voor ons actief prospecteert. En daar dus echt in het veld, zal ik maar zeggen, de brouwerijtjes onder andere gaat bezoeken. En uiteraard veel telefoons en via videoconferenties en zo aan accountmanagement doet. Dave, hoe is dat voor jou? We hadden eigenlijk enkel mijn venoten in Parijs zitten, waar wij elke dag... Dus wij bouwden software en toepassing om te vergaderen in virtual reality, en die gebruikten wij zelf elke dag tussen Parijs en Hasselt. Dus mijn venoot had de CEO-rol, die had eigenlijk de commerciële... Al het commerciële en dan de rest van eigenlijk enkel ontwikkeling was, zit hier. En dat ging eigenlijk voor de dagelijkse dingen heel goed. Het is juist het enige dat je mist, zijn die gesprekken aan de toog of aan het koffieautomaat. Dus je moet goed opletten als je met venoten zit die fysiek verwijderd uit elkaar zitten. Dat je de big picture regelmatig nog bespreekt, dat je dezelfde visie blijft houden. Je ziet ook allebei... Hij had de commerciële... En omgekeerd, langs twee kanten eigenlijk. Hij had minder gevoel met de ontwikkeling en ik had minder gevoel soms met hetgene dat zich bij de prospects afspeelde. Dus dat is wel toch wel een nadeel van die...
structuur waarbij dat delen van het management, om het zo te zeggen, fysiek gescheiden zijn. Ja. Heb je ook developers ooit remote gehad, of is dat allemaal in België gebleven bij jullie? In het begin, de derde vennoot was een developer die zat nog in Parijs. Dat was eigenlijk een freelance developer die vanaf bij het begin betrokken is geweest. Die deed voornamelijk mee de klantspecifieke projecten. Dus wij bouwden eigenlijk technologie die dat we dan in verschillende projecten toepasten voor klanten. En er moesten dus vaak wel kleine wijzigingen aangebracht worden, specifiek voor dat project. En die werden dan door die extra developer in Frankrijk gedaan, maar voor de rest gebeurde alle product development enkel in België. Ja. Dat is ook een bewuste keuze geweest voor ons, telkens om alles een beetje onder controle te houden. Ja, ook, dat is ook een beetje eigen aan mijn managementstijl, namelijk de is geen stijl. Het is nogal chaotisch. dus ik werk het beste met een klein team dat heel dichtbij zit. Gewoon tussen, ja, dat we gewoon, als er iets in mij opkomt, dat ik mijn hoofd kan van achter mijn scherm uithalen en vragen aan de mensen die naast mij zitten. Ik ben geen gestructureerde manager die via allerlei tools een project in goede banen kan leiden, ongeacht waar de developers zitten. Dus dat werkte voor mij het beste. Een groeiende ondernemer. Ja, ik denk dat, zelfs met corona, ik denk als je nu een bedrijf had dat aan het groeien was, als corona begon, we hebben een andere aflevering gedaan, dat was aflevering nummer, moet ik heel goed opletten, ik denk nummer 6, die ging over remote working, specifiek. Dat was een van de verhalen die daar naar boven kwam, was een bedrijf, dat was eigenlijk een vrij groot bedrijf zelfs, niet eens meer een kleine start-up, die voor al zijn werknemers desktops had. En die hebben dus op een gegeven moment, toen corona binnensloeg, hebben die dus voor iedereen laptops moeten kopen, omdat ze gewoon geen middelen hadden om die mensen remote te laten werken. Dat is uiteraard een drama op dat moment, als je dat moet vaststellen. Ja, zo zijn er heel veel. Hè. Stop, hè. Ik ken callcenters die honderden laptops hebben moeten kopen en installeren om binnen een paar dagen live te gaan. Dus, ja. Dat zijn, had niemand kunnen voorzien natuurlijk, hè. Dus ik denk niet dat we dat die mensen kunnen kwalijk nemen, maar het is maar om te zeggen van kijk, ik denk dat we de afgelopen jaar of twee jaar, afhankelijk van hoe je telt, dat we heel veel geleerd hebben over remote werken en schalen ook, en breder denken dan hetgeen dat we kennen. Ik denk dat een levensles geweest is voor ons allemaal op dat gebied. Waarbij ik denk dat een aantal ondernemingen hebben daar uitgeleerd, maar een aantal ondernemingen hebben daar niet uitgeleerd. En die gaan, of die denken dat ze na dit terug het oude normaal kunnen doen. En die gaan van een kale reis thuiskomen, want het gaat het nieuwe normaal worden. Hè? Voor veel KMO's gaat het een uitdaging worden om op te boksen tegen de grotere bedrijven. Dat was in het verleden al zo. En dan was dat vooral eigenlijk loon- of arbeidsvoorwaarden gerelateerd. Lees loon gerelateerd. Daar komt nu één stukje bij, namelijk arbeidsvoorwaarden. Hoeveel dagen per week mag ik van thuis uit werken, beste KMO'er? En daar gaan heel veel KMO-bedrijven toch nog wel aardig verschieten. Hè? Bij de grote bedrijven zijn nu al cao's afgesloten dat men vrijelijk tot 40-60% van thuis uit kan werken. Hè? Ja, ik werk nu ook vooral voor een klein bedrijf, dus ik kan alleen daarover meespreken, maar ik ben curieus hoe het gaat lopen. Hè? Maar ik weet niet of het zo mooi de verdeling gaat zijn tussen KMO, moeilijkheden en grote bedrijven, dat je daar dan meer kan. Ik denk dat het ook heel hard afhangt van het bedrijf zelf, waar je in terechtkomt. Het heeft... ik denk voor grote bedrijven of internationale bedrijven misschien wel positieve kanten gehad ook. Als ik naar onszelf kijk, we waren een Belgisch satellietkantoor van een Amerikaans bedrijf. Als wij een vergadering hadden met onze Amerikaanse collega's, dan stonden wij daar op een,
op een scherm tegen de muur van de vergaderzaal, wat het eigenlijk een asymmetrische vorm van vergaderen is, waarbij de mensen die ter plaatse in Amerika rond de tafel zitten veel gemakkelijker onderling kunnen communiceren dan via dat scherm dat aan de muur hangt en die altijd slechte kwaliteit, om een of andere reden, microfoon die daar in het midden van de tafel staat. Terwijl nu, sinds corona, in Amerika denk ik nog veel meer dan hier, is iedereen meteen thuis beginnen werken. En is het iedereen achter zijn computer en leert je. Het is misschien vermoeiender dan in persoon vergaderen. Maar het maakt het wel symmetrisch. Ik heb geen ander woord. Iedereen is even verstaanbaar dan elke andere persoon in de vergaderingen. Dus het maakte plots minder uit dat wij een satellietkantoor in België waren. Het was alsof wij eigenlijk in dezelfde straat wonen als onze Amerikaanse collega's. Ja. Maar als ik goed begreep, dan... We zijn even een paar stappen overgeslagen, maar dat is geen probleem. Jullie hebben zelf geen kantoor gehad in Amerika, maar jij bent wel satellietkantoor geworden eens dat de overname dan er gekomen is. Dan. Ja. Dus de mensen hier zijn gehouden. We hebben gewoon ons ding verder kunnen doen. We moesten ons puur alleen geen zorgen meer maken om de omzet te halen, om ons mensen te kunnen betalen elke maand. Maar dan ben je ook geen Belgisch bedrijf meer dan. Nu is het effectief een Amerikaans bedrijf. Het is nog altijd een Belgisch bedrijf, maar het is een dochteronderneming geworden van een Amerikaans bedrijf. Oké. Okay. Daar komt ook heel wat bekijken, veronderstel ik. Maar dan gaan we misschien net iets te technisch worden om te kijken hoe dat juist werkt. Niks zo leuk als een due diligence. Sorry, zeg ik nog eens wat? Niks zo leuk als een due diligence. Ja, kijk, we gaan hier niemand in de problemen brengen. Ik denk niet dat... Geen commentaar. Dat is misschien nog het veiligste. Dat was een ervaring. Dat neem ik helemaal aan. Wat ik nog wilde vragen, merk je ook een verschil in cultuur tussen de mensen waarmee je omgaat? Want op zich, mensen in Amerika, ik heb het ook even besproken met Geert Houben, Davy, je gaat hem ook kennen, denk ik. Ja. Bart weet ik niet, dus verbeter me als ik voor ben. Maar hij zei bijvoorbeeld dat de cultuur in Amerika, de mentaliteit, de persoon, hoe dat zij omgaan met hun werk, dat heel anders is. Dus als ik voor mij af, als je dan nieuwe markten benadert, is dat soms ook moeilijk om dan die feel te krijgen. Want soms kan dat heel ver gaan. Hè? Bijvoorbeeld de kleur wit in Japan is de rouwkleur, net zoals wij hier zwart hebben. Om er iets heel, heel gek te zeggen. Heb je daar verschillen in gemerkt met als je mensen benadert of als je producten op de markt probeert te zetten? Ja, die verschillen zie je zeker. Hè? Maar niet alleen met de verder weg landen, ook met de ons omringende landen zie je die cultuurverschillen. Hè? Een Duitser kan veel, in ieder geval degene die ik ken, kunnen niet zo goed om met humor dan bijvoorbeeld de Vlamingen. En Nederlanders zijn dan weer veel assertiever. En Fransen zijn dan weer veel chauvinistischer. We kennen het verhaal allemaal. Dus die cultuurverschillen, die spelen ook echt wel dichter bij huis. Hè. En dan moet je inderdaad... alleen denk ik dat we inderdaad bij de ons omringende landen ons daar wat makkelijker iets mee kunnen voorstellen. Omdat we er hier en daar al wel iets over gehoord hebben. En ga dan naar de States, ja, dan zegt iedereen, oh, that's great, and it's fantastic, and wow, and it's big, and whatever. Ja, maar goed, dat is het taalgebruik dat je dan leert te vertalen naar uw Vlaamse of naar onze Belgische normen, zal ik maar zeggen. Ik denk dat je dat kan beamen in die... Ja, absoluut. Absoluut, ja. Ik heb maar ervaring met een beperkt aantal landen. Maar de landen die je daar net noemt, absoluut. Frankrijk moet je alles dubbel checken of het alles wel gebeurt wat ze zeggen dat gebeurd is. En is de cultuur inderdaad laissez-faire? We zien wel, Amerika is toch wel harder ook, veel strikter. Alles op de letter, veel meer dan Europees, heb ik het gevoel. Ja, dat is ook zo. Ja, dat kan ik beamen, ja. In Europa kun je, of in Vlaanderen, gaan we zo wel een keer de pragmatische weg op. In Amerika niet. Hè. That way and no other way. Ja. Heb je dat ook als je naar Afrika gaat? Want je zegt, Bart, dat je heel de wereld bevoorraadt. Dus ook bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Is dat nog anders of valt dat mee daar? Daar kan ik niet echt een uitspraak over doen. Wij leveren wel aan wat Afrikaanse klanten.
Maar het is nu niet zo dat we daar intensieve contacten mee hebben. Dat zijn klanten die nu vooral via de webshop en zo bestellen. Onze webshop staat open voor voorlopig voor de hele wereld. Dus ja, het komt gewoon binnen, worden verzendkosten berekend en we sturen het gewoon op en klaar. Ja. Dus daar kan ik minder over zeggen. Ja. Ik denk dat als je niet rechtstreeks, als de omzet niet groot genoeg is en je gaat niet rechtstreeks partners aanspreken en zo verder, dan kan ik me inderdaad voorstellen dat dat niet echt iets is wat aan de orde is, natuurlijk. Dus, ja, dan zie je die cultuurverschillen niet zo, dan speelt dat minder. Hè. Ja. Voilà. Ik wil eens even terugkomen op wat we daar straks zeiden. We hebben dan straks al heel even het gehad over BTW en belastingen. Bart, je zei dat Europa daar ook al een heel kluwen is, nog altijd, ondanks het vele harde werk dat de Europese Commissie al verricht heeft. Hoe complex was dat om dat uit te vissen? Is dat gewoon, hier het beste boekhouder, trek je plan ermee? Hoe heb je dat aangepakt? Nee, in de beginjaren hebben we de boekhouders moeten uitleggen hoe ze het moesten doen. Hè? In de jaren 80, voor de Europese Unie, had je nog de Benelux en dan verkochten wij naar Nederland. En dan was nog in een tijd dat ze dat zo moesten afstempelen op het douanekantoor. Daar waren we nooit vriendjes met de douanemensen, hoor. We kwamen dan met zo'n stapeltje met papieren als we met een kabinetje in Nederland gingen goederen leveren. Dus we hebben dat voor een stukje zelf aan de accountants moeten uitleggen hoe ze dat moesten doen. De Europese Unie heeft er uiteraard wel al een stuk in verbeterd. Maar dan misschien vooral op BTW-gebied. Maar bijvoorbeeld, misschien een hele interessante, het is nu een hot topic. Je begint het nu een beetje al te lezen in een aantal vakbladen of werkgeversmedia. Wat heel weinig bedrijven weten, is dat er een nieuwe BTW-regeling komt vanaf 1 juli in de Europese Unie voor alle verkopen op afstand. Tot nader order zijn er thresholds die je moet halen om een BTW-nummer te moeten aanvragen in een ander land. Vanaf 35.000 euro of 100.000 euro per land ongeveer moet je dan een Nederlands BTW-nummer hebben, of een Oostenrijks of een Duits of whatever. Vanaf 1 juli komen al die thresholds te vervallen en moet je voor alle landen de BTW berekenen voor dat betreffende land. Je moet het maar op één rekening storten. Ergens in een van de rekening van de Europese BTW-administratie. Je moet wel de aangifte doen voor alle landen en zij storten het dan door. Ik kan u verzekeren, er zijn heel weinig softwarepakketten die dat aankunnen. Ik kan voorlopig even niemand aan. Dus daar zijn de meeste ondernemingen niet klaar voor. En dat blijft om een of andere heel bizarre reden ook zeer onder de radar. Dat is nog te goed binnen een maand. Dan moet je eigenlijk, als je het te goed wilt doen, by the law, dan moet je eigenlijk vanaf 1 juli zorgen dat je die volledige gedistribueerde BTW-aangifte kunt doen. Dat is eentje. Ik vind een veel belangrijkere, of eentje waar ik op korte termijn geen oplossing voor zie, dat is alles rond allerhande milieutaxen. Verpakkingsheffing, BBAT, Recupel, dat soort taxen, dat is in Europa helemaal niet geuniformiseerd. En dat wordt nog volledig nationaal geregeld. Duitsland heeft zijn eigen BBAT en zijn eigen verpakkingsheffing. Het duale systeem heet dat daar. Frankrijk heeft zijn eigen systeem, Nederland zijn eigen. Iedereen heeft zijn eigen systeem. En eigenlijk, als jij verkoopt, stel ik verkoop een gsm naar Duitsland, dan moet ik eigenlijk dat kartonnen verpakkingsje daar in Duitsland zoveel cent voor afdragen. En voor het batterijke dat erin zit, ook zoveel cent. Ja, dat is onbegonnen werk om dat allemaal te regelen. En zolang je klein maar fijn bent, of via een marktplaats gaat, want die kunnen dat misschien voor een stukje voor je oplossen, blijf je onder de radar klein maar fijn, maar enig als je wat volume begint te krijgen, dan zien de Duitsers, tja, wat is dat daar? En dan komen die bij je aankloppen en dan zeggen die, ik geloof dat jij bij ons moet afdragen. Ja, ik krijg een aangename brief. Serge RTR. Ik kan me zo voorstellen hoe dat gelopen is. Letterlijk, hè. Letterlijk. Ik krijg een brief van de Deense
een of andere Deense overheidsinstelling aan. Wij denken dat je voor meer dan 35.000 euro in Denemarken verkoopt. Gelieve een btw-nummer aan te vragen. Ja. Gelieve ons de historiek van de voorbije 3 jaar te geven. Dat doen we. Dan doen we dat braaf. Ja. Dan gaat de boekhouder weer zijn handen beginnen te vloeken dat hem weer ik weet niet hoeveel werk moet gaan doen. Ja, op een duur zijn uw ERP-pakketten daarop afgesteld. Hè. Ja, uiteraard. Is dat ook een groeipijn geweest? Maar uiteindelijk, als je begint als ondernemer, voor mijzelf om even zo te spreken, ik ben maar een freelancer, dus ik heb gewoon mijn oom aangesproken, die ook boekhouder was, een klein kantoortje met 2 werknemers, denk ik, als ik het goed heb. Dat's, op dat moment was dat voldoende. Maar als je dan begint door te gooien en meer in landen gaat bevoorraden. Ja, de boekhouder moet ook kunnen volgen natuurlijk. Hij moet ook de systemen hebben om dat te kunnen ondersteunen. Is dat ook een groeipijn geweest op dat gebied voor jullie? Ja, waarbij wij al die dingen intern deden. Hè. Onze boekhouder, dus wij gebruiken een accountant enkel voor de jaarafsluiting. Wij deden dat, want op het moment doen we de jaarafsluiting zelf. Het is dus niet zo dat we, gelijk een zelfstandige ondernemer, de factuurtjes naar de boekhouder brengen en dat die de maandafsluiting of zo doet. Dat doen we uiteraard zelf in huis. Maar wat jij zegt, bij uitbreiding, alle ondernemers van groeibedrijven ontgroeien zo goed als al hun dienstverleners van het eerste uur. Hè. Allemaal. Hè. Of het nu een sociaal secretariaat is, of een boekhouder, of een interim kantoor, of wat dan ook, organisatie, HR-achtige dingen. Al die dienstverleners, die ontgroeit je wel een aantal keer. Inclusief je bankiers ook. Hè. En want in het begin heb je kleine kredieten nodig, en dan heb je grotere kredieten nodig, of internationale dingen. En dan kan de kantoordirecteur niet meer mee, en dan moet je eigenlijk kunnen doorverwezen worden naar andere units, hè, andere business units van die dienstverlener. En ofwel detecteert die dienstverlener dat zelf, maar meestal detecteert hij dat niet zelf. En vertrekt je dan, of gaat je ergens aan de bel trekken en zeggen van hallo, ik heb betere ondersteuning nodig. Ja. Ja. Wij hebben vanaf het begin een groot boekhoudkantoor. Het is ook meer dan boekhouder. Wij zaten bij Synex en Hasselt, die toch wel een heel aantal groeibedrijven ondersteunen ook, en dus wel ervaring hadden. En ook, dat hebben we ook al kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld een kapitaalronde of ook die due diligence waar we het net over hadden bij de verkoop. Heeft dat echt wel zo waarde bewezen. Het is misschien iets duurder dan de boekhouder in de familie, maar ja, op middellange termijn heeft dat zich echt wel terugverdiend. Ja, op zich, ik denk uiteindelijk afhankelijk van welk bedrijf dat je start. Nu, voor Davy, internationaal begonnen, hè, met direct al 2 van de vloot die in een ander land zitten. En VR is op zich een internet gegeven, dus dat was misschien iets duidelijker. Maar afhankelijk van waar dat je start, je weet het ook niet waar dat je gaat uitkomen. Hè. Ik denk dat moeilijk in te schatten is om dat soort dingen op voorhand allemaal te voorspellen. En ik denk ook, wat Bart zegt, is ook heel logisch. Het is normaal dat je af en toe moet zeggen van kijk, nu moeten we een andere oplossing zoeken voor hetgeen dat tot nu toe altijd gewerkt heeft. Ik heb het zelf ook mogen ondervinden de afgelopen jaar. Maar dat ik vroeger altijd mijn boekhouding zelf deed, is het nu ook een pakket geworden. Gewoon omdat het te veel werd en te veel tijd kostte en zo verder. Ik denk dat normaal is. En zeker bij internationaal werken, dan ga je dat gewoon sneller merken, denk ik, maar op zich, ja. Dus, ja, daar is helemaal niks mis mee. Hè. In het begin, vergelijking met een vrachtwagenbedrijfje of iemand die pakjes gaat rondbrengen, die start met een camionet en die eindigt misschien met een grote vrachtwagen. Hè. Dat is hetzelfde in principe. Ja. Heb je nog zo van die, of hebben één van jullie, en dat is voor alle twee, nog van die groeipijnen gemerkt als je zo naar meer en meer landen gaat beginnen aanbieden? Ik weet niet, Davy, dat is altijd digitaal, dus voor jou is dat misschien iets abstracter om daar concreet te zeggen van kijk, dat hebben we daarin gemerkt. Maar is dat zo, wat zijn zo de meeste groeipijnen die je gemerkt hebt bij de groei naar meer en meer en meer landen? Talen is uiteraard een belemmering. Als wij zeggen dat we actief Europa bewerken, dan is dat onder andere talen gerelateerd.
Wij verkopen een gedeelte van onze producten onder eigen merknamen. Dus wij moeten ook zorgen dat de verpakkingen, publiciteit gebruiksaanwijzingen en zo, en certificaten, dat die in meerdere talen zijn. Wij doen dat in 4 talen. We zijn een tijdje bezig geweest om dat in meer talen te doen. Tot 11 talen zijn we op een gegeven moment gegaan. Maar natuurlijk, ja, dat is wel een dure aangelegenheid als je dan een nieuw product op de markt brengt. Met alles in 11 talen vertalen, ja. Dus dat begint wat geld te kosten. En we zijn dan eigenlijk terug gedownsized, zal ik maar zeggen. Ik zeg van nee, dat gaan we niet meer doen. We houden het op 4 tot 6 talen. Omdat we Italiaans en Spaans er ook nog wel bij willen hebben. En we zijn eigenlijk op die manier gaan kijken van welke markten of welke talen hebben voor ons voldoende omzet om die vertalingskost eigenlijk te verantwoorden. En dus het gevolg is dat we nu Oost-Europa bijvoorbeeld minder bewerken. Wilt iemand iets kopen bij ons? Dat kan, als hij zich akkoord verklaart en weet niet dat daar geen Poolse tekst op staat. Dan moet hij dat daar zelf maar op zetten als hij het zelf nog wilt verkopen in Polen. Dus talen is denk ik een belangrijke, is wat echt groei belemmert. Dat is een van de voordelen dan van de States. Hè. Als je daar een product met een Engelse verpakking doet, ja, is je bereik 300 miljoen klanten of inwoners. Ja, in België, als je een Nederlandse verpakking hebt, of in Vlaanderen, als je een Nederlandse verpakking hebt, dan zijn er 2, 15 en 6, 21 miljoen. Hè. Dat is dan nu potentieel eigenlijk. Hè. Dus dat is natuurlijk wel een competitief nadeel op dat gebied. Ja. Ik weet niet of jij daar nog dingen... Sorry, zeg maar Bart. Nee, zeg maar Davy. Ja. Ja, om daarop in te pikken, voor ons was qua business doen, was Engels de voertaal. Uiteindelijk, technisch hebben we wel wat uitdagingen gehad, omdat we op een gegeven moment de vraag kregen om onze toepassingen naar het Japans te vertalen. Op het moment dat je het zelf niet meer kan lezen, wordt het moeilijk. Hebben we het uiteindelijk niet gedaan. Nee, dit is een hele goeie. Want zolang dat je iets kunt laten vertalen naar een taal die je zelf nog voor een stukje begrijpt, kun je het ook nog wat controleren. Maar wij verkopen ook af en toe in Japan. En we hebben eigenlijk ook dezelfde vraag gekregen. Kun je het vertalen? Kun je een Japanse verpakking maken? Je kunt dat wel aan een vertaalbureau geven, maar je hebt geen flauw idee of die daar hoegenaamd iets van bakt. En je hebt dikwijls vrij specifieke termen. Je kunt het gewoon niet controleren. Er kan gewoon crap op staan. Je weet het gewoon niet. Dat is een uitdaging. Ja, kan ik me voorstellen. Ik weet, de klant waar ik voor werk is een Belgisch bedrijf, waar dat er gewoon vertaald moet worden naar het Frans. En dat is een callcenter waar dat er Franstalige en Nederlandstalige agents zitten te bellen. En zelfs die hebben al vaak enorm veel commentaar op de vertalingen die aangeleverd worden door het vertaalbureau. Dus om maar te zeggen, ja, ik kan me perfect voorstellen dat als je dan een keer zoiets voor je krijgt, in, zij het Arabisch of zij het Japans of ja, eender welke taal, het is gewoon ja, enorm, enorm moeilijk om daar vat op te krijgen wat daar precies gaande is in die... Nee, ja, dat is helemaal waar. En taalfouten kunnen gevoelig liggen bij klanten. In België bijvoorbeeld alleen al. Hè? Ja, dat is helemaal waar. En een tweede, wat vroeger meer speelde dan nu misschien, dankzij de euro natuurlijk, heeft dat ook wel veel opgelost. Wisselkoersverschillen was vroeger ook wel een issue. Is nu nog altijd een issue, omdat we heel veel in dollars aankopen. Ja, en je kunt die dan wel indekken, maar ja, dat is even goed op de lotto spelen, of je nu indikt of niet. Je kunt de wisselkoers niet voorspellen. Hè. Nee. Ja. Heb je ooit, ben je zover al Bart, dat je productie doet in een ander land, dat je daar ook rekening mee moet houden? We hebben geen eigen productie, we laten wel goederen produceren. Hè. We kopen een deel in China aan, en ook in de States. Daar laten we goederen produceren en assembleren. Maar we hebben daar geen eigen productievestiging of zo. Nee. Is dat iets wat op dit moment nodig is? Want in principe, internationaal ondernemen, je kan het zien als verkopen internationaal, maar inderdaad, aankopen is ook een belangrijk aspect daarvan. China is daar een heel, heel gekend voorbeeld van lage kosten en zo verder. Is dat iets wat noodzakelijk is om competitief te zijn? Of is dat gewoon omdat het effectief beter is daar dat je dat doet? Het is beide. Het is noodzakelijk om competitief te zijn. En ja,
dikwijls al eens, er wordt al eens de boutade gebruikt dat er vanuit China alleen maar rommel komt. Maar ik wil eraan herinneren dat uw iPhone ook in China gemaakt is. Hè? Dus nee, daar komt geen rommel uit. Hè? Als je dat te goed doet en je neemt de juiste partners, en je zorgt dat de processen daar te goed in elkaar steken, dan komen daar zeer goede producten uit. Hè? In heel veel productontwikkelingen gebeuren gewoon sneller in China dan in Europa of in Amerika. Hè? Dus wij moeten sowieso voor een aantal producten wel naar daar. Lang niet voor allemaal, hè. Ik moet me dat niet zeggen. Maar voor een aantal producten kunnen we niet anders dan ginder te gaan sourcen. Ook daar gaat natuurlijk nu wel het nieuwe normaal komen. Door corona. Hè. Het gaat echt in de geschiedenisboekjes komen. Hè. Corona en de impact daarvan. Want onder andere logistiek, hè, is er toch wel wat gebeurd de voorbije maanden. En staat er nog altijd wel wat te gebeuren. Dus er gaat terug reshoring gebeuren van een heel aantal productieunits naar Europa, omdat er logistieke issues zijn. Er moest maar eens een boot ergens een kanaal blokkeren. Ja, het gaat nu niet speciaal over die boot op het kanaal. Maar ik weet niet of je het gelezen hebt, de transporttarieven zijn al maanden keihoog. Het is begonnen in december ongeveer, als ik me goed herinner. De containerprijzen zijn ongeveer maal 3 tot maal 5 al naar gelang. Als wij vroeger ongeveer $3000 voor een 40-voet container betaalden, betalen we nu $9,000 tot $12,000 voor diezelfde 40-voet container vanuit China naar Antwerpen te krijgen. Ja. Dus, is dramatisch voor het prijsimpact en voor je marge-impact. Hè. Ja, dat is in principe wat een vaste kost zou moeten zijn. Hè. Dat is iets waar je geen marge op mag verliezen, eigenlijk. Hè. Waar, nee, en dus dat is één. Hè. Ik heb die prijscomponent, maar er is nu nog een veel belangrijke. En dat is gewoon, je gaat je goederen gewoon niet hier krijgen. Om nu goederen hier te krijgen in augustus, dat is zeer problematisch. Er zijn gewoon geen containers beschikbaar. Dus dat wordt echt een logistieke uitdaging voor heel veel bedrijven. En is dat, want uiteindelijk, er zijn vertragingen op alle sectoren. Hè? Ik heb ook een badkamer laten zetten over tijd. Dat is ook met 2 maanden vertraging binnengekomen allemaal. Is dat puur de logistiek die het niet aan kan? Of zijn de resources en de productiecapaciteiten gewoon niet beschikbaar? Waar ligt het probleem juist? Kan ik niet helemaal op antwoorden. Er zijn natuurlijk wel wat ondernemers die ook corona als excuus gebruiken. Niet gewoon te druk hebben en dan maar zeggen dat het op corona ligt. Ik denk dat er wel productiecapaciteit is, maar ik denk dat er een grondstoffentekort is, omdat veel van de grondstoffen natuurlijk van de verder weg landen komen en er dus ook wel een issue is om die grondstoffen hier te krijgen. Ja, een beetje van alle twee eigenlijk dan. Ja, ik denk het, ja. Maar ik ben niet de gereden partij om daar het juiste antwoord op te geven. Nee, het was eerder uit curiositeit, omdat ik heb het inderdaad al vaak gemerkt, en dat we het er toch even over hadden, dacht ik van, kijk, dan vraag ik wel even door. Ja, oké. Ja, Davy, je hebt uiteraard weinig goederen moeten laten leveren om jouw start-up te doen. Maar hoe zit het met de... Sorry? Dan is software heel gemakkelijk. Ja, software op dat gebied. Nee. En één is ongeveer over de hele wereld is hetzelfde aan de nul ook. Dan zijn we vrij goed uitgebraad. Wat voor jou wel interessant was, is regelgeving rond data. Want dat is ook zoiets heel speciaal. Hè. Afhankelijk van waar dat je zit, de data moet op bepaalde plaatsen beheerd worden. Ook regelgeving en normen en regelgeving verandert daar omtrent. Is dat iets waar dat jij groot pijn over gehad hebt of miserie mee gehad hebt? Valt nog mee, omdat wij doorgaans onze technologie weinig data opsloeg. Wij hadden geen nood om data op te slaan. En ik had het geluk dat een van mijn collega's, die was altijd hobby, privacy en security en heel het GDPR-verhaal, die vond dat boeiend. Ik kan er niet bij, maar... dus die nam al die vragen met plezier op zich. Ja. Maar het is wel een bezorgdheid als je met klanten werkt in het algemeen, en zeker de grote corporate klanten. En dat hebben we ook gemerkt, een
POC, een proof of concept project opzetten, gaat meestal via binnenweegjes, binnen een organisatie, met, rechtstreeks met de innovatieafdeling. Op het moment dat je dan een deployment moet doen, waarbij dan meer departementen te gaan komen te kijken, dan gaat er een heel proces van start rond security, data, informatiesecurity enzovoort. Dat is voor een kleine start-up heel kostelijk, omdat er heel veel tijd in kruipt. En het vergroot ook enorm de doorlooptijd van projecten. Ik denk dat we daar, dat hebben we onderschat, denk ik. Maar dat is misschien, nu gaan we een beetje off-topic. Maar ja, uiteindelijk hebben we veel tijd verloren met grote projecten najagen bij grote bedrijven. Die dan vast komen te zitten in bureaucratie. Ja, de projectflow voor dat soort projecten, die duurt nu eenmaal maanden en maanden om door alle partijen te laten inspecteren. En dat was dus geen goede bron van, of geen stabiele bron van inkomsten voor een start-up. Dat moet, of je moet incalculeren dat je daar een jaar lang tijd in steekt voordat daar een project effectief van start kan gaan. Ja, dus in... dat kan ik me wel voorstellen, ja. En deden jullie die, dus al die security checks en zo, deden jullie dat intern of huurden jullie daar externe partijen voor in? Nee, dat deden we intern. Ja, zoals jij, mijn collega, we waren een heel klein team. Die collega Olivier, die bouwde de backend quasi alleen, dus die kende het systeem door en door. Had dan nog als hobby of als passie security en kon dus eigenlijk op alle auditvragen wel redelijk snel antwoorden. Het is misschien nog een niche om zich in te verdiepen dan, want dat is iets wat heel veel gevraagd is, denk ik, tegenwoordig. Zeker. Als het zoiets was, als ik Olivier niet had gehad en dat was zoiets geweest als boekhouding of legal advice en we konden het uitbesteden direct, ik denk dat daar nog een markt voor is, ja. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Sorry Bart, je valt even weg. Nee. Ja, uiteraard. Dus rond security en toestand is natuurlijk een hot item. Hè. Voor alle bedrijven uiteindelijk. Want uiteindelijk is ieder bedrijf zeer IT-afhankelijk geworden. En heeft onnoemelijk veel data ergens wel gestockeerd. Ofwel op lokale servers ofwel in de cloud. Maar als ze morgen uw servers zouden hacken, heeft ieder bedrijf gewoon een probleem. Ja, sowieso. Ransomware, vandaag nog in de krant eigenlijk, al 2 jaar lang een aanval op de Belgische ministerie, zoiets dergelijks. Ik weet niet meer juist wat het was. Dus ja. het is heel, heel hot. Sowieso. Mm. Ja. Ja. Maar ook, de reden dat ik het vroeg was ook omdat de Europese Unie heeft daar ook wel redelijk wat nieuwe wetgeving rond gemaakt. Bijvoorbeeld Facebook data van Europese gebruikers moet ook in Europa opgeslagen worden tegenwoordig en dat soort zaken ook allemaal. Nu uiteraard als je geen dataopslag doet, dan is dat uiteraard een andere verhaal. Ja, en onze backend draaide op, op AWS van Amazon en daar kun je kiezen in welk datacenter dat het draait. Dus inderdaad voor Amerikaanse klanten in een Amerikaans datacenter, voor Europese klanten in een Europees datacenter. Ja. Hoe zijn de contacten met klanten als je zo de verschillende landen gaat kijken? Want we hebben het al even gehad over de mentaliteitsverschil van mensen en dat is logisch langs beide kanten. Maar hoe anders moet je mensen benaderen als je zoiets probeert te verkopen? Ik weet niet of ik daar direct een leuk antwoord op kan verdienen. De markt van het thuisbrouwen en de craft brewing is per definitie al een vrij informele markt. Dus je moet daar niet met een das en een pak en zo aankomen. Dus die contacten die kunnen wel allemaal vrij vlot gelegd worden. Ik weet niet of er daar super grote verschillen zijn tussen de landen. Ik denk dat er misschien eerder verschillen zijn tussen type klantengroepen in ons geval dan. Hè. Wij leveren ook aan een aantal retailers, ja, en daar is natuurlijk wel een andere benadering nodig. En net zoals Davy zegt, hè,
Als je naar een grotere retailer gaat, ja, dan wordt het beslissingsproces ineens een heel stuk langer en komt er bureaucratie bij kijken. Dus daar moet je dan meer tijd in steken. Ja, en dan moet je incalculeren dat je bijvoorbeeld voor het verkoopkantoor in de States, waar de focus is om inderdaad in general retail binnen te geraken, dat je niet denkt dat je na 3 maanden je eerste retailer binnen hebt. Hè. Dat mocht je rustig vergeten. Dus daar moet je langere tijd voor incalculeren. Ik weet niet of je nog iets wilt toevoegen daaraan? Of, Nee, ik kan er eigenlijk relatief weinig over zeggen. Wij hadden de meeste klanten binnen via andere klanten. Dat is nog altijd het gemakkelijkste. Ook, waarschijnlijk ook omdat we geen sales hadden. Dus dat was ook een beetje de enige manier waarop we klanten binnenhaalden. We hadden wel... En eigenlijk, dat werkte veel efficiënter dan wanneer dat we zelf... bedrijven aanspraken. Dat lukte ook, maar dan... Ik bedoel, je krijgt de eerste gesprekken. We begonnen altijd met een demo. Dus we probeerden altijd een demo te geven, omdat dat... bij VR is dat gewoon... Zeker in de tijd dat weinig mensen het nog het effectief geprobeerd hadden, was dat meteen een ijsbreker en dan raakte je meteen binnen. Maar dan was het wel veel moeilijker om daar ook de business case rond te maken. En dan verzanden heel snel in een traject van, ja, geef nou eens een demo aan die. En die executive wil het ook eens zien. En voordat je het weet, ben je maanden gratis demo's aan het geven voordat er effectief een concreet project op tafel ligt. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd, dat doen we niet meer. En hetgeen dat eigenlijk het beste werkte... was geld vragen voor demo's. Dat klinkt dom. Ik bedoel niet dat als iemand het wou zien, dat we dan geld vroegen. Maar veel van onze klanten wilden met onze demo hun klanten overtuigen of warm maken voor iets. En dus hebben we op een gegeven moment gezegd, dat is eigenlijk wel een interessante markt voor ons. Het eerste jaar hebben we denk ik zelf op een aantal beurzen gestaan. Maar vanaf dan hebben we gewoon... demo's gebouwd die onze klant voor onze klanten, die klanten dan op beurzen toonden en zo eigenlijk onze technologie verspreiden, terwijl dat we er nog voor betaald werden ook. En dat was de manier waarop dat we bij de meeste klanten binnen geraakten. En, ja, maar de vraag was eigenlijk cultuurverschil of verschil tussen verschillende landen, sorry. Nee, eigenlijk... Dus, op de technologiewereld is, zou ik bijna durven zeggen dat het globale cultuur is en dat er nog weinig... ik heb niet veel verschillen gemerkt tussen verschillende landen. Ja, ik denk dat het misschien vooral afhangt van de grootte van het bedrijf waar je mee aan het babbelen zit. Dat wel, ja, absoluut. Beetje gelijkaardig met wat ik zei. Ja, zeker. Ja, ja. Ja dat is... Ik kan me er eens bij voorstellen. Ik heb er uiteraard zelf nog niet heel veel ervaring mee, maar ik kan het me wel voorstellen. Vinden jullie België als land, vinden jullie dat een goed, is het gemakkelijk om vanuit België te starten internationaal als ondernemer, of is het makkelijker om eerst... want uiteindelijk, België is een vreemd land. Hè. Op zich, we hebben een vrij kleine afzetmarkt als je iets op de markt wilt zetten. Zeker een D2C-product is klein. Als je zou aanraden aan een jonge ondernemer om te starten, zou je dan zeggen van, kijk, denk dadelijk internationaal, of is het makkelijker om eerst die kleine Belgische markt een beetje vast te grijpen voordat je begint met een product? Ja, dat hoort je heel vaak, hè, want als het in België lukt, dan lukt het overal, dus we beginnen in België. Ik denk dat heel snel afhangt van het product of de dienst die dat je wil verkopen. Als je product of dienst internationaal... zijn waarde heeft en je moet niet veel meer extra moeite doen om internationaal te gaan, dan zie ik niet in waarom je niet direct internationaal zou beginnen. Dat snap ik niet. Dus ik denk dat in veel gevallen mensen veel te bescheiden zijn, of bedrijven, starters veel te bescheiden zijn en laat het maar hier in België beginnen. Terwijl dat je evengoed meteen internationaal kan gaan, waarom niet? Maar natuurlijk als je gelijk bij Mobile Vikings een simkaart gaat verkopen, dan is het niet heel anders.
of fysieke goederen. De Bart heeft het al aangehaald, de verschillende regelgevingen en zo waar je aan moet voldoen voor in verschillende landen te kunnen leveren, maakt het wel een stuk ingewikkelder. Ja, het heeft te maken met schaalbaarheid en met wat ze zo mooi in het Engels noemen non-tariff barriers. Daar heeft het mee te maken. Hè. Als jij inderdaad geen dienst na verkoop ter plaatse moet leveren, kun je gerust internationaal gaan. Als jij niet aan specifieke landenwetgeving moet voldoen, kun je gemakkelijker internationaal gaan. Kan ik gemakkelijk een keramieke koffietas in gans Europa verkopen? Dat kan ik. Kan ik gemakkelijk een gastoestel verkopen in Europa? Dat gaat niet. Want de wetgeving is voor ieder land verschillend. Je moet voor ieder land een goedkeuring hebben. Dus dat is zeer product- of dienstafhankelijk. Kun je gemakkelijk hobbybrouwmateriaal verkopen e-commerce-wise over heel Europa? Ja, dat gaat. Kun je gemakkelijk een brouwinstallatie gaan installeren bij een brouwerij over heel Europa? Dat is al minder evident, want als ik dat in Italië wil doen, moet ik eigenlijk op voorhand weten dat ik daar ook dienst na verkoop kan garanderen. Want anders krijg je een slechte naam. Dus dat heeft met die factoren te maken. Hè. Is het iets waar je zelf heel op gespeeld hebt, Bart, zo de dienst na verkoop? Of doe je dat beperkt nog altijd? Dat doen we eigenlijk beperkt. We zijn geen installatiebedrijf. Hè. We zijn een verkoper van losstaande machines. We doen geen automatisatie. En voor de wat verder weg landen proberen we dan de installaties te verkopen via een lokale partner. Juist omdat we zelf die dienst na verkoop zo niet kunnen garanderen. Ja. Heeft dat jou gehinderd in die groei? Merk je soms dat daar weerstand komt als je dat zegt? Ja, natuurlijk. Hè. Uiteraard hindert dat in je groei. Hè. En langs de ene kant, je weet het, iedere weakness is een opportunity in een SWOT. Dus je zou het kunnen, als je wilt bijschakelen, en je zegt van, ja, we gaan de Italiaanse markt voor de brouwerijen benaderen, en je zorgt dat je daar lokaal techniekers hebt, gaat je daar harder kunnen groeien. Maar dat is een businessbeslissing die je dan moet pakken, en dan moet je er ook centen voor aan de kant zetten en investeren. Dus ja, uiteraard heeft dat impact. Ik wil vragen, misschien zijn er landen waar je het eerst naartoe zou gaan, maar dat hangt er ook sterk vanaf van het product natuurlijk dat je gaat verkopen. Hè. Ik denk voor een technologie dat waarschijnlijk de States zijn en de Engels sprekende landen. En afhankelijk van fysieke producten wat je verkoopt, dan gaat het eerder afhangen van de markt en waar mensen interesse voor hebben, denk ik dan. Het gaat eigenlijk over de product-marktcombinaties. Daar gaat dat eigenlijk over. Je moet inzetten op die product-marktcombinatie waar je contributiemarge hoger is dan de gemiddelde contributiemarge van je bedrijf. Daar moet je op inzetten. Dat is een heel korte, maar heel correcte benadering, denk ik. Dat is de managementbenadering. Is daar eens een definitie die ergens in je bureau hangt, Bart? Of, Het kwam er vlot uit, hè? Ja, het is dat. Dat heeft hem waarschijnlijk al een paar keer gezegd. zo moet je dat bekijken, hè. Dus, je moet gaan kijken naar die markten waar je de meeste marge kunt halen. Voor de minste variabele kosten, zal ik maar zeggen. Hè. Ja. Dat is wat je moet proberen. Hè. En bij ons is dat dus verschillend. Sommige producten kunnen we beter verkopen in Scandinavië. En andere producten verkopen voor ons gemakkelijker in Zuid-Europa. Of in Duitsland of waar dan ook. Hè. Het is gewoon verschillend per product in ons geval. Hebben jullie ooit echt differentiatie gedaan? Dat wil zeggen, een product specifiek aangepast voor een bepaalde markt en echt verschillende versies gemaakt, afhankelijk van waar je gaat. Allee, om een heel concreet voorbeeld te geven, Coca-Cola doet dat dus ook. Elk land, en zelfs elke regio binnen een bepaald land, heeft een andere smaak van Coca-Cola. Een beetje citroen erbij, een beetje vanille erbij, een beetje dit, een beetje dat. Dat is heel raar, want je zou denken, Coca-Cola is overal hetzelfde. Nee, dat is absoluut niet het geval. Ik weet niet of jullie daar ook zo ver zijn gegaan in jullie producten, of... Dus smaakaanpassingen doen we niet echt. Verpakkingsaanpassingen per land doen we wel. Ofwel maken we talencombinaties. Herinner u, 11 talen, dat krijg je niet op een klein potteke. Dus dan moet je wel met talencombinaties gaan werken. Maar bijvoorbeeld voor de States hebben we de producten die we daar vermarkten, hebben we volledig gerebrand. En hebben we echt een Amerikaanse branding opgezet.
Maar het product op zich was wel hetzelfde dan? Nee, eigenlijk niet. Voor de iOS hebben we het product effectief aangepast. Daar hebben we dan wel een effectieve differentiatie gedaan. Maar voor de Europese markten eigenlijk niet. Daar houden we één product voor gans Europa en doen we wel wat verpakkingsaanpassingen al naar gelang het land of de landengroep. Ja. Dave, ik weet niet of jij speciale verzoekjes hebt gehad voor bepaalde klanten of iets dergelijks, of een bepaalde strategie hebt om het gemakkelijker te maken voor jou? Wij als jonge start-up, met een technologie-start-up dan nog, waren wij constant op zoek naar product-market fit. Dus elk project was een... had wel een aanpassing nodig om het op een specifieke klant of project in te kunnen zetten. En dat is moeilijk afwegen. Dat was, je hebt je visie. Op lange termijn wil ik dit product ontwikkelen. En er komen klanten die zeggen, ah, dat is interessant, maar we willen graag dat het ook dit kan. Of we willen eigenlijk het daarvoor gebruiken. En dat is bij elk klant of project is dat... afwegen, gaan we dat doen? Brengt ons dat te ver van onze roadmap vanaf, van onze visie vanaf? Misschien is het wel de juiste, hebben we de verkeerde visie en moeten we meer in die richting uit? En dat is, bij elk project was dat een moeilijke beslissing. Ja. Met dan de financiële werkelijkheid als achtergrond ook nog, van ja, hebben we dit project nodig of niet? Ja, de realiteiten. Ja, ik denk... Sorry, Bart, zeg maar. Differentiatie komt in alle landen voor, hè. Misschien een leuk weetje, of in alle markten voor. Misschien een leuk weetje. Weet je dat Ferrari, dat die, als die de auto's laten rijden in bijvoorbeeld Brazilië of in Australië, dat die auto's herschilderd worden, om er zeker van te zijn dat als jij dat ziet op de tv, dat dat hetzelfde Ferrari rood is? Dat wist ik niet. Ja. Echt waar. Dus die raceteams, die gaan naar Brazilië, als daar dan de ronde van ik weet niet wat is, hè, die worden daar herspoten in een iets andere kleur, want de zon schijnt er anders op en het moet op de tv Ferrari rood zijn. Oké, dat is wel heel erg vergaand. Doorgedreven branding. Doorgedreven branding, ja. Ja. Ja, dat had ik nog nooit gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Dat is nogthans echt zo. Ja, als je in de Ferrari-stal, dus waar is het daar in Italië? De naam is dat heel erg, het dorp waar ze zitten. Modena. Ja, daar in de buurt. Hè. Dus daar is ook een F1 workshop. Als je daar gaat kijken en in dat museum gaat kijken, dan zie je dat die Ferraris in verschillende kleuren hebben. Een beetje lichter rood en een beetje donkerder rood. En hebben dat daar gevraagd, waarom is dat? En hebben ze uitgelegd, daarom is dat. Ja, kijk. Je kunt het zo ver niet bedenken. Of ze hebben er een reden voor. Ja. Weer al iets geleerd van deze podcast. Daar doen we het voor lullige weetjes over Ferraris in Brazilië. Tja, kijk. Is er voor jullie beiden een bepaalde land of landengroep of cultuur dat je zegt van kijk, daar heb ik echt miserie mee gehad of daar wil ik liever niet meer mee te maken hebben? Of is er voor elk probleem wel een oplossing te vinden in elke specifieke regio van de wereld? Er is natuurlijk altijd een oplossing te vinden, maar de vraag is of... of is het waard? Dat ze op de kool waard is. Hè? Dus, ik heb al gezegd dat we terug een beetje downsizen wat betreft talengebruik. En waar we vroeger wel nog B2C e-commerce deden wereldwijd, zijn we nu aan het denken om dat toch af te schaffen. Juist omdat de regelgeving strikter en strikter wordt. En we op een gegeven moment moeten zeggen, sorry, we kunnen niet naar Australië leveren, want we kunnen niet aan al die attesten voldoen. Er wordt veel meer onderschept dan vroeger. Nu krijg je een pakje niet meer Australië binnen zonder dat de douane dat open doet en vraagt, en is er een voedingscertificaat en is het hout behandeld tegen insecten en is dit en is dat en is dat, ja, dan moet je op een gegeven moment zeggen, sorry, dat doen we niet meer, ja. Dus we zijn daar wel terug wat aan het knippen en we gaan ons wat meer focussen dan op de Europese markt en minder wereldwijd dan eigenlijk. Zie je dat als een beperking op je groei, of is dat eerder gewoon focus op het essentiële? Dat heb je fijn gezegd. Ik heb ook mijn quotes op mijn frigo hangen, hè.
Je weet wat ze zeggen, hè, tegen ondernemers, je moet focussen. Al die raden van advies zeggen dat, dat je moet focussen. Ik ben het er maar half mee eens natuurlijk, want ik ben een ondernemer. Het blijft maar advies, hè, Bart. Ja, ja. Dus ja, het is de bijten. Hè. Het is een belemmering in je groei, maar dat wil daarom niet zeggen dat je niet op een andere manier kunt groeien. Hè. Het is een verschuiving misschien. Hè. Door te focussen op Europa gaat je misschien sneller groeien in plaats van je energie te steken in paperasserij voor ja, klanten die zeer ver weg zijn. Zie je dat dat nog gemakkelijker gaat worden? Want je zegt nu van het wordt te veel, het wordt te moeilijk. Maar ik heb de indruk, als ik je verhaal zo hoor, dat het precies nog wel moeilijker gaat blijven worden. Dus hoe realistisch is het nog dat we de hele wereld gaan blijven bevoorraden? Met iets als een B2C-product bijvoorbeeld. Dat gaat moeilijker en moeilijker worden. Hè? Dat zijn die beruchte non-tarif barriers waar het over gaat. We hadden ooit een klant in Turkije. Ik denk dat we hem niet meer hebben. We hebben gewoon moeten zeggen, sorry, dat gaat niet. We moeten stoppen. Want we bleven attesten uitspugen. Het was nog altijd niet in orde. En we hebben moeten zeggen, ja, het spijt ons. We gaan niet meer kunnen leveren. Dus behalve Europa. Europa is dan een beetje de uitzondering. Hè. Vandaar het grote voordeel van die ingemaakte markten. En Mercosur en zo, dus niet voor niks dat die landen proberen die barriers te verlagen. En dat de WTO, World Trade Organization, daar zo op hamert om te zorgen dat er minder van die barriers zijn, omdat dat uiteraard belemmerend werkt. Dus gaat het minder worden? Dat was uw vraag. Er worden af en toe wel handelsakkoorden afgesloten, hè. Onlangs nog eentje tussen Europa en Canada zeker, die een tijdje geleden is opgestart. Dus daarvoor gaat dat dan weer wat gemakkelijker. Maar kun je daarom dan morgen zeggen van oké, dan gaan we nu de Canadese markt bewerken. Ja, voor ons, daar zijn wij te klein voor ons speelt dat dan iets minder. En ja, zoals je zelf zegt Jan, we moeten dan focussen. Dus focussen ons op het laaghangend fruit. En dat is in ons geval het groeipotentieel in de ons omliggende landen. Ja. Heb je gevolgen ervaren, Bart, van vooral administratief dan van de Brexit? Dat is misschien nog wel een goeie. Ja, absoluut. Hè. Dus Brexit, wij kopen en verkopen in de UK. Was uiteraard zo, dus niemand klaar voor de Brexit. Dat is ook een kleine politieke soap, om het eufemistisch te zeggen. Wat is voor ons het gevolg? Wij deden wat B2C e-commerce naar de UK. Die wordt volledig afgeschaft. Dat gaan we niet meer doen. Omdat gek genoeg de Brexit niet is dat de UK nu een land is zoals Noorwegen en Zwitserland. Maar het is geen deel van de EER, de Europese Economische Ruimte. En onder andere, vanaf 1 januari 2022, is de CE-normering niet meer geldig in de UK en moet je een specifieke UKCA-normering hebben voor uw elektrische apparaten en zo. Dus ja, zeker impact. Gelukkig is UK voor ons een relatief klein aandeel in onze omzet, dus we gaan er zeker niet door omvallen. Maar wat langs de ene kant een belemmering is, is langs de andere kant misschien ook wel een opportuniteit. Heel veel retailers in de UK kochten internationaal aan. Dat gaat nu voor die retailers allemaal veel moeilijker worden. Dus misschien kunnen wij daar als groothandelaar dan toch weer een rol in spelen. Dat zijn we nu aan het bekijken. Ja. Dat is ondernemen, hè? Dat is ondernemen, inderdaad. Proberen een threat naar een opportunity te ja. Ik ben wel eens curieus hoe Brexit gaat lopen nu, want uiteindelijk, dat vind ik, allee, voor mijzelf is dat heel vaag om dat te zien. Ik weet in de tijd, het enige contact dat ik had met Engelse bedrijven was via recruiters. Ik denk, Davy, dat jij daar ook wel regelmatig eens een telefoontje van krijgt van de mannen van, ik ga ze niet noemen, want ik gun het ze niet. Ik weet nog dat zij tegen mij vertelde van, ja, we hebben geen idee wat er gaat gebeuren, maar hoe dat het voor de Britten zelf is, die nu producten niet meer gaan krijgen en noem maar op, want ja, Bart zegt van, kijk, ik lever niet meer, punt aan de lijn. Ik heb geen idee hoe dat voor die mensen eigenlijk is om daar in zo'n situatie terecht te komen. Dus, ja.
heel spannend, denk ik, om dat, dat allemaal af te wachten. Vooral kleinere bedrijven is het en de kleinere merken is het een issue. Hè? Dus gaat Apple die UKCA-markering hebben? Uiteraard. Alle grote jongens gaan het doen. Maar al de kleinere bedrijven die gaan er tussenuit vallen. Hè? Ja, maar dat is net het probleem, hè, Bart. Allee, heel veel van de mensen, of de producenten, ik zal het zo zeggen, die van die, die goederen maken, die komen niet uit het buitenland. Engeland is net zoals Europa is een heel groot dienstenbedrijf, of een land geworden. Hè? Zoals heel veel landen in Europa, waar de productie vooral ergens anders ligt. Ja, daar gaan heel veel producten gewoon wegvallen, denk ik, waar dat niet direct een alternatief voor te leveren gaat zijn. Als men die UKCA-normering heel hard houdt vanaf 1 januari, dan gaan die daar een big issue hebben, ja. Dus ik verwacht dat men daar nog een beetje gaat uitstellen of een gedoogbeleid gaat voeren of een overgangsperiode gaat inlassen. Dat is wat ik eigenlijk verwacht. Ja. Misschien even aan dezelfde lijn verder gaan. Ik weet niet of er ook problemen zijn geweest met de handelsoorlog die Trump x-aantal jaren geleden afgekondigd heeft. Dat is misschien nu heel, heel ver gezocht, maar dat is uiteindelijk ook iets waar je mee geconfronteerd kan worden als je internationaal gaat ondernemen. Dat is zeker iets wat je kunt tegenkomen. Misschien dat Davy er iets mee te maken heeft gehad. Op dit moment, inderdaad. Iets mee te maken zelfs? Ja, nee, ik wil zeggen, impact heeft gehad. Hè. Want op een gegeven moment was er toch wel een issue rond, ja, mag je data nog wel in de States gehost worden, ja of wel nee. Dat heb ik op een gegeven moment toch zo'n beetje zien naderen. Ik weet niet of jij daar impact mee gehad hebt. Nee, in de praktijk hebben we daar niks van gemerkt. Ik denk ook niet dat het was ook niet tegen Europa gericht. Hè. Ik weet, hij heeft het handelsakkoord met Canada heeft hij opgezegd. Mexico is het ook heronderhandeld en dan China. Dat zijn zo de voornaamste conflictpartijen geweest. Ik denk niet dat Europa rechtstreeks mee te maken heeft gehad, maar ik weet niet of zo van die dingen gemakkelijk merkbaar zijn als je zo van die dingen gebeuren op wereldvlak. Wij hebben wel de vraag gekregen, ja, uw componenten, waar worden die geproduceerd? In China heb je geen Europees alternatief, want dat verkoopt hier beter. Die vraag hebben we effectief gehad, hè? Voor de States. Ja. Dus dat gaat nu misschien terug een beetje veranderen, maar de ja, America First, dankzij Trump, zal ik maar zeggen, of door Trump zijn regelmatige herhaling... ja, dat heeft er toch wel een beetje. Dat zit er toch wel in de geesten, ja. En dan Europa liever dan China. Dus Europa was ook oké. Okay. Ja, ja, Europa was oké. Okay. Ah, ja. Ja, ja. Ja, absoluut. Bizar gegeven, sorry. Ja, ja, toch wel. Het werd er gewoon ingeramd, hè. Iedere keer opnieuw en opnieuw en opnieuw. En heel wat media die natuurlijk daarmee op inspelen. Dan is het niet zo moeilijk dat consumenten toch beginnen op een gegeven moment een switch te maken naar. Hè? Ja, nee, maar het America First gegeven, snap ik waarom dat het gebeurd is, maar langs de andere kant, Europa is ook niet Amerika. Het is die logica die ik niet echt goed begrijp. Langs de andere kant was Trump ook heel erg anti-China, dus misschien er waren twee boodschappen die langs elkaar liepen en het zal misschien de combinatie van de twee geweest zijn. Ja, ja. Ja, zeker. In welke mate is, nu hebben we het een beetje over politiek, in welke mate is Belgische politiek een impact op de ondernemingen die er zijn? Is dat iets wat snel verandert of is dat eerder iets wat je van ver ziet afkomen en waar je met een zucht omheen moet lopen elke keer? Van ver ziet afkomen? In België ziet je toch niks van ver afkomen? Je ziet gewoon dat er van alles zou moeten gebeuren, wat blijkbaar niet gebeurt. Nee, België is een speciaal land. Hebben we daar last van? Want dat is eigenlijk de vraag, denk ik. Hebben we er last van? Dat weet ik zo niet. Ik weet niet of we er echt heel veel last van hebben. Het helpt niet echt, natuurlijk. Hè. Het zou helpen, moest België... Maar ik denk dat voor andere landen evenzeer geldt. Hè. Moesten ze wat proactiever zijn in wetgeving en zo, dat je inderdaad beter weet wat er gaat afkomen, want dan kun je er u naar richten. Hè. En ik denk dat ik het voorbeeld heb gegeven, hè, vanaf 1 juli
De one-stop-shop voor de Europese Unie, voor de BTW-reglementering. Ja, waarom zijn dan alle platformen daar nog niet klaar voor? Hè? En krijg je pas een maand voor datum? Komt dat zo wat in de pers en zo? Begint dat zo nu wat te leven? Dat is een beetje raar eigenlijk. Dan. Uiteraard weet de overheid perfect welke bedrijven daardoor geïmpacteerd worden, want je doet je BTW-aangiftes. Dus misschien had de overheid daar dan wel eens kunnen maanden op voorhand naar die bedrijven iets kunnen mailen van hallo, hier moet je wel rekening mee houden. Ja, ik weet ook niet hoe vaak het verandert. Allee, voor mij is het heel gemakkelijk. Ik heb 20 factuurtjes op een jaar en er komen er 200 of 300 binnen en ik geef dat aan mijn boekhouder en dat is klaar. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor een grote onderneming zoals die van jou, Bart, en Davy ook met x aantal mensen in dienst, dat wel wat anders is. Dus daarom dat ik de vraag eigenlijk stelde. Ja, uiteraard. Hè. Dus wij hebben wat 400, 500 facturen per dag uitgaand. Oké, okay, klein niveauverschil. Maar goed, ik weet niet of we er heel veel last van hebben. Nee, denk ik niet. Misschien een laatste vraag dan om af te sluiten. Ik merk ook dat ondanks het feit dat er heel veel Belgische bedrijven zijn die ook internationaal verkopen en zo verder, heb ik wel de indruk dat er heel weinig bedrijven zijn die internationaal doorbreken. In de zin van de twee grootste e-commerce platformen die wij in België kennen, zijn Nederlands, bol.com en Coolblue. Zowel voor iedereen bekend, denk ik. Het zijn hele grote Nederlandse bedrijven. De pakjesdienst in België, een van de grootste spelers daarop, is PostNL. Ik weet niet of dat jullie die mening delen, maar ik heb de indruk dat België precies niet wil of niet kan groot denken of groot gaan. Ik weet zo niet waar het probleem ligt. En ik wou eens even polsen bij jullie. Allee, jullie hebben iets meer zicht op hoe het speelt, qua volume dan, de grootte. Waar denken jullie dat België of Belgen tekort schieten om zo door te breken op internationaal vlak? Bart, zijn het de regelgeving rond distributiecentra en zo verder? Ik denk dat het niet toevallig is dat alle grote distributiecentra in Nederlands Limburg liggen in plaats van Belgisch Limburg. Ja, daar is uiteraard een aantal heel duidelijke redenen voor. Hè. Eén, het ontbreken van recent of actuele wetgeving rond nachtarbeid. Er was een verbod op nachtarbeid in België, heel lang. Dat is nu wel opgelost. Twee, loonkosten. België is een stuk duurder dan Nederland. Als je dat combineert met de Nederlandse handelsgeest, ja, dan heb je nu dan zie je wat je nu ziet. Hè. Nederland op e-commerce vlak staat jaren vooruit op België. En tenzij dat de overheid daar echt een soort giant leap investering kan doen, krijg je dat niet meer ingehaald. Dat is gewoon onmogelijk. Omdat ja, door die voorsprong is daar ook een heel ecosysteem ontstaan. Hè? Als jij naar een webseminar, als ik naar een webseminar ga, of een of andere beurs rond e-commerce, ik ga wel niet naar België, hè. Ik ga naar Nederland. Hè. Want daar hoort je de dingen die je volgend jaar in België hoort. Hè. Dus dat is wel heel, heel jammer. En ja, net zoals hè, vroeger, voor de ouderen onder ons, Gaston Veens, de derde industriële revolutie. Dus België zou, of Vlaanderen zou, competentiecentra moeten kunnen ontwikkelen. Alles rond IMEC en zo verder. Wel, zo rond e-commerce zou eigenlijk Vlaanderen of België ook eens iets moeten opzetten, zodanig dat je kunt proberen die inhaalslag terug te halen. Ik vraag me wel af wat er over pakweg 5 jaar, hoe dan de verhouding tussen Amazon en bol.com in de Benelux bijvoorbeeld gaat liggen. Of dat bol.com het gaat kunnen volhouden eens dat Amazon beslist van we gaan die kleine landjes in Europa erbij pakken. Niet zeker dat ze het gaan kunnen, hè? Omdat het een relatief kleine markt is. Hè? Mm-hmm. Ja. Ik denk ook wel dat ze al bestaan in Nederland, als ik me goed herinner. Dat het daar wel is. Amazon dan. Maar België weet ik het alleszins nog niet. Amazon.be is nog niet
nog niet functioneel, zal ik het zo zeggen. Daar is het misschien voor ons een voordeel dat het een kleine markt is voor de lokale ondernemers. Ja, allee. Voor de ondernemer misschien wel, voor de consument heb ik soms wel het gevoel, als je zo'n filmpje kijkt op YouTube of weet ik veel wat, buy on Amazon, ja, sorry. Nee, gaat niet. Ja, het heeft voor- en nadelen, denk ik. Ja, goed. Dat zal wel zijn. Dat is de discussie rond marktplaatsen bij uitbreiding. Hè? Ja, marktplaatsen op zich, daar hebben we het in een andere aflevering nog even over gehad. Allee, het heeft meerwaarde, maar langs de andere kant heb ik zo het gevoel dat je als verkoper dat je ook heel veel moet afgeven aan die systemen. Dat jij als verkoper er misschien niet hetgene uithaalt dat je gehoopt had. Nee, ja, uiteraard. Hè. Dus dat is de discussie over marktplaatsen over het algemeen. En die marktplaatsen bestaan bovendien in alle sectoren. Hè. Ook in de softwaresector bestaan marktplaatsen. Ja. Namelijk de iTunes en Android-marktplaatsen, hè, om er maar twee te noemen. Voilà, daar zijn er gewoon twee. Dat is een duopolie. Je hebt niet te kiezen. Als je een appje wilt hebben voor een smartphone, zul je toch op een van die twee plaatsen moeten zetten, denk ik. Ik denk dat je anders op niet veel telefoons zult geïnstalleerd raken. En dus moet je per definitie 20% of 30% afgeven. Je hebt gewoon geen keus. En ja, zo in de transportsector zijn er evenzeer marktplaatsen, dus die zijn er gewoon overal. Daar is nu gewoon niets meer aan te doen. En ik denk dat de uitdaging is, zoals je zelf zegt, veel ondernemers komen te laat tot de vaststelling dat ze hun businessmodel niet juist hebben gezet om te kijken hoe je marktplaatsen ten uw voordeel kunt inzetten. En namelijk als een lead generator, maar zorgen dat je daarna, waar mogelijk, hè, een soort overdracht kunt doen, dat je die zelf op je eigen webshop terug kunt halen. Hè. Dus dat je niet meer constant uw fee moet betalen aan die marktplaats. Hè. Want dan moet je uiteraard zorgen dat het mee in je marge zit, anders heb je geen probleem. Ja, klopt. Als jullie, ik weet niet, Bart, die sprak daarnaast heel even over verder zetten en heel in het begin van het gesprek, bedoel ik, heb het toen niet helemaal gevolgd. Is internationaal voor jullie beiden is nog altijd the way to go? Of zeg je van, nee, volgende keer doe ik het liever iets kleiner, liever kleinschaliger? Nee, rule the world, hè. So, world balance. Voilà. Ben je al iets met concreet bezig of is dat nog altijd de ruwe planning waar we het over hebben? Ik heb een paar hobbyprojecten waar ik aan bezig ben. Zo is het de vorige keer ook begonnen. En we zien wel. Maar ja, het is aim high, hè. Ja, sowieso. De moonshots, denk ik dat ze het noemen. Maar het heeft jou dus nog niet afgeschrikt, de ervaringen die je gehad hebt met je vorige start-up? Nee, absoluut niet. Nee, het was... een start-up is altijd een rollercoaster. Sowieso. Je leert er alleen maar van bij. Right. Oké. Ga ik jullie heel erg bedanken, zowel Davy als Bart, voor de inzichten en de ervaringen die jullie hier vandaag gedeeld hebben. Het was heel interessant. Ik heb er zelf al heel veel uitgehaald, zowel over wetgeving als over coole quotes die ik bij mezelf ook nog thuis even kan ophangen. Waarvoor dank, Bart. Ik heb hem eens terug moeten beluisteren, want ik heb hem niet kunnen opschrijven, maar dat is wel eentje die ik ga kunnen onthouden. Dus dat komt er nog. Alright. Wat ik altijd doe als ik afsluit met mijn gast, is ik zeg van, ja kijk, ik zou zeggen dat we binnen dit en een half jaar of binnen een jaar of twee is nog eens een keertje een belletje doen, te kijken hoe dat het staat, hoe dat we gegroeid zijn. TV kan dan waarschijnlijk ons zijn nieuwe project voorstellen tegen dan. Enfin, hopelijk. Hè. Het zal er een beetje van afhangen. Of misschien heeft hij dat, dan wil hij het gewoon nog niet zeggen. Hè. Who knows? No comment was het, hè? No comment. Perfect. Nee, goed, heren, heel hartelijk bedankt voor jullie tijd. En hopelijk tot een volgende keer. Dankjewel voor het gesprek. Hallo allemaal en bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Business Mindset Podcast. Hopelijk was het voor jou net zo interessant als voor ons tijdens het gesprek. En heb je er één of meerdere dingen kunnen uithalen voor jezelf of om anderen te helpen in hun onderneming. Voor meer informatie over mijzelf, de gasten of tools, boeken of concepten die we besproken hebben tijdens de podcast, kan je altijd terecht in de omschrijving van deze aflevering.
Heb je genoten van de podcast? Vergeet dan zeker niet om het te delen op social media. Dit helpt ons enorm om te groeien en om een groter publiek te bereiken. En hoe sneller we groeien, des te meer tijd we kunnen vrijmaken voor interessante gesprekken waar we zowel zelf als jullie iets kunnen bijleren. Heb je verder vragen of heb je feedback over wat we besproken hebben tijdens de aflevering? Of tips of verzoeken over onderwerpen die we kunnen behandelen of wil je iemand aanraden als gast tijdens de podcast? Laat het dan ook zeker weten. In de omschrijving van deze aflevering vind je een link naar alle social media accounts van de podcast en daar kan je ons altijd op bereiken. Volg ons zeker ook op social media en dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en van de volgende afleveringen. Thanks again en tot de volgende keer.